Deze Zwitserse Amazone, die houdt de eer van de grote naam die Zwitserland altijd heeft gehad in de dressuursport, met een Baal, met een Henri Chamartin, houdt deze Amazone hoog. Reeds in de 70er jaren was zij beroemd geworden met haar grandioos Holsteiner Granat, een paard dat nu op 17-jarige leeftijd op genadebrood staat, maar ze heeft alweer een waardige opvolger gevonden in deze Rubelit von Unkenruf. Ze wordt getraind door de bekende Zwitserse dressuurruiter Georg Baal en won 2 kwalificatiewedstrijden voor deze finale, namelijk in Rome en in het Luxemburgse Mondorf-Labin. Het is een beetje fraile Amazone die altijd vrij zware paarden bereidt. Dat komt de harmonie als zodanig niet ten goede. Maar toch zie je dat het paard in volledige gehoorzaamheid is aan de Amazone. Haar ongekend gevoel voor tact en ritme en een grote mate van vakkennis brengen de paarden tot ongekende hoogte. De Piaf die is toch regelmatig. Dubbele. En u ziet, het paard blijft ook in de pirouettes gewoon doorgaloperen. En dat moet ook. Changement. Hier om de 2 pas. Uitgestrekte galop. Het paard hoeft nog ineens zoveel harder te gaan als hij maar grotere passen maakt. En de changementen om de pas. Op de volte.
vrij duidelijk zichtbare hulpen van de ruiter. En dat moet eigenlijk zo onzichtbaar mogelijk gaan. Christine Stuckelberger uit Zwitserland met Rubelit van Onkenbrug.